Ik wil mijn land terug, zonder dat ik struikel over vreemdelingen die mij een cultuur opdringen. De AIVD waarschuwt ons al jaren voor de toenemende groei van rechtsextremisme in Nederland. Ik vind dat de islam in zijn algemeenheid een van de grootste bedreigingen is voor onze vrijheden. Ik vind wel dat Marokkanen op bepaalde vlakken harder aangepakt worden, maar ik vind dat ook gewoon terecht. Als je kijkt naar de criminaliteitscijfers, daar zijn Marokkanen in oververtegenwoordigd. De kans op ontwrichtende aanslagen zou inmiddels aanzienlijk zijn. Als mensen zouden weten wat er allemaal op hun af gaat komen, dan zou Den Haag iedere dag volstaan. Ik weet zeker, als ik nu ga trommelen, heb ik zaterdag 100 man bij elkaar. De realiteit is misschien niet zo zwart-wit. De mensen die ik volg zeggen goed te willen doen. Zij geloven daadwerkelijk dat zij tegen nazi's aan het strijden zijn. Terwijl als je gewoon hier om je heen kijkt, zijn het gewoon best wel normale jongeren die denken van, hey jongens, maken we ons een beetje zorgen over het verloop van dit land. Wij gaan uit van onze eigen waarheid. Maar wat moeten we dan denken van hun uitspraken en daden? Stel nou, er zitten nu Marokkanen te kijken en die voelt zich gekwetst. Nou, jammer dan. Eigen volk eerst. Een oordeelloze schets van de uiterst rechtse realiteit van onze samenleving. Stream Eigen Volk Eerst op NPO Start.